Yo, ik ben Rick en welkom terug bij City Skylines Seizoen 4, aflevering 6. Volgens mij is het 6. Moet je eens even kijken hoe deze stad nu aan het samenkomen is. Dus het is echt vet aan het worden, naar mijn idee. Dus sinds de vorige keer heb ik weer wat bijgebouwd. Voornamelijk hier zo. En ja, daar gaan we even een kijkje naar nemen. Dus als eerste is hier een snelweg bijgekomen. Die gaat ongeveer zo lopen. En ja, we moeten hier dus ongeveer een kruispunt gaan maken. Ik zit nog even uit te vogelen of ik er zeg maar twee van ga maken. Eentje hier en eentje hier. Of dat ik er één geheel van ga maken en dan misschien nog een extra tak bij doe. Dan krijgen we weer een beetje die vijf intersection die we in seizoen 3 ook hadden. Alleen dan, ja, anders natuurlijk. Dus ja, dat moeten we even bepalen. Even zien of dat een goed idee is. Maar goed, ik heb een beetje snelwegen erbij gemaakt. Hier zo onderdoor gaat er ook nog eentje. En dan heb ik ook nog eentje die vanaf hier aftakt. En die meet dan hieronder als het goed is. Kijk, en dan... ja, stel er zijn dus mensen die bijvoorbeeld hier vandaan komen. En die willen dus hierheen. Dan kunnen ze dus zo, dan draaien ze hier zo op. En dan gaan ze hier zo omhoog. Gaan ze hier weer naar beneden. En dan... ik denk dat dat sneller is dan helemaal zo. En dan die kant op. En ja, je zou ook deze kant nog op kunnen. Wacht, is waar. Je kan ook deze kant nog op. maar goed. Ja, stel mensen komen hier vandaan of zo vanaf deze snelweg. Dan is dit denk ik sneller dan hier zo helemaal de stad in en dan die kant op. Althans, dat hoop ik. Want we willen de mensen zoveel mogelijk over de snelweg hebben. Dan verder heb ik hier nog een treinstation gemaakt. Dit gaat een soort van, ja, samenvoegingspunt worden. Ik heb hier een metro ook. En we kunnen hier ook nog wel een paar buslijnen op aansluiten. Dus dat is niet het probleem, denk ik. De metrolijn heb ik hierop aangesloten. Dus dat is deze hier zo. Het wordt nog niet super veel gebruikt. Maar ja, het is wel goed voor het moment. Ik heb ook deze lijn hier zo erbij gemaakt. Ja, het was eerst de bedoeling dat we deze metrolijn dus hier zo heen gingen doen. En dan hier zo ergens gingen oversteken, zeg maar, naar dit gedeelte. Ik heb me een beetje bedacht. Want het is namelijk zo dat we zoveel mogelijk lijnen willen hebben die niet dezelfde kant op gaan. Dan gaan we bijvoorbeeld naar dit punt hier kijken. Dit is ook een aardig centraal punt. We hebben hier een trein, we hebben hier een tram, we hebben hier een metro. Ik bedoel, de groene metro en de paarse tram, die gaan een beetje dezelfde kant op. Zie je dat? Deze zouden dus hier zo heen gaan en de tram die gaat hier dus oversteken. En dat zou de metro dus ook doen. Dat gaan we niet meer doen. In plaats daarvan gaan we deze lijn, gaan we dus hier zo rechtdoor doen. Kansje dat die dan deze kant op gaat hier zo. En dan deze lijn hier zo. Die gaat dus oversteken. Dus dan heb je hier een overstappunt voor de metro's. Ik denk dat dat wel een goed idee is. En dan de bus. Die kan dan bijvoorbeeld hier zo heen. Daar is ook wel te komen met de metro. Of met de tram en dan met de metro. Maar ik denk dat de bus ongeveer... deze kant en dan hier zo doorheen en dan hier zo heen een goed idee is. En dan moeten we nog even bepalen welke kant we de trein op willen doen. Maar goed, dat is allemaal voor later. Ik heb hier een treinlijn aangelegd, hier zo tussendoor. En die gaat dan hier zo weer omhoog. Die gaat dus hier zo over dit klein stukje en die steekt dan hier over in dit, over dit kruispunt. En die gaat dan hier zo heen, evenwijdig aan deze tramlijn. En dan hier zo deze treinlijn, die dus eigenlijk tussen deze snelweg ligt. Gaat hier zo omhoog, die maak ik een kleine bocht. Het gaat door deze wijk heen, over de snelweg, weer door deze wijk heen, wat hier gaat komen. En op dat manier, ja, op die manier gaat dat. Ik denk dat zodra je hier dus treinen gaat rijden, dat dit wel een vet punt is om hier bijvoorbeeld een terminal van te maken ofzo. Je zag daar heel sneaky, daarachter ook nog een trein, maar ik bedoel, zal ik want hier een trein en hier een trein overheen, dat zou vet moeten worden. Maar goed, ik bedoel, op dat punt zijn we nog niet. Grote kans dat een vrij groot gedeelte van dit allemaal office gaat worden. Ik bedoel, we hebben al wel een aardig stuk, zoals je kan zien. Maar ik denk dat we het wel kunnen hebben. Of tenminste, dat het wel eens goed doet als we dit stuk er ook nog bij doen. Uiteraard moeten we daar dus nog het een en ander wel voor doen. Maar dat ja, gaan we niet vandaag aan werken. Want ik heb aan deze kant wat... uitbreid met residential, dus waar mensen wonen. En het was de bedoeling dat we hier zo commercial gingen doen. Niet dit hele stuk, want ik bedoel, dit kleine stukje commercial levert ons al genoeg verkeersproblemen voor wat het is. Dus ik wil het een stukje kleiner gaan doen. Maar wel, ja, wel hier commercial. En ik wil het allemaal wat verlagen.
Dus ik ben al een klein beetje begonnen met het verlagen van het hele soortje, zoals je kan zien. Maar op zich hebben we ook wel een groot residential demand. Dus wat we gaan doen is, we gaan even kijken of we dat een beetje kunnen balancen. We gaan waarschijnlijk eerst hier commercial maken en dan hetgeen wat we overhouden, dat wordt residential. Over deze commercial, dat gaat high density worden, maar wel met een high-rise ban. Dus ja, dat zou wel goede dingen moeten opleveren. Oh. En ja, daar ga ik allemaal even mee aan de slag zo. Maar, nee. Dit mag allemaal even weg. Ik heb hier een paar unique buildings. Mall of Moderation. Mall, dat staat voor winkelcentrum, zeg maar. Dus die wil ik hier ergens in kwijt. De Porsche Mall. Een very Porsche Mall. Ik weet niet wat dat betekent, maar het ziet er wel strak uit. En dan hebben we hier een Grand Mall. Dus ik bedoel, allemaal winkelcentra die we hier wel willen hebben, denk ik. En dan moeten we kruispuntjes maken. Ik bedoel, we zitten hier vlak naast de haven, wat expres was. Met een trein, goederentreinlijn vlak in de buurt. Dus ja, het gaat allemaal goed komen. Maar ja, ik moet eerst dus even een layout gaan maken. Ik moet eerst even bedenken wat ik wil gaan doen. En dan gaan we daarna eens even kijken wat uiteindelijk het plan gaat worden. Oké, dus ik ben een beetje verder gegaan. Ik heb niet echt al de commercial gedaan. En ik zit nu wel te betwijfelen of we dat gaan redden vandaag. Maar ik ben hier als eerst begonnen met het neerleggen van twee treinstations. De eerste is een cargo train terminal en de tweede is een suburban train station. Dus dit is natuurlijk voor passagiers en dit is voor goederen. Daarnaast heb ik hier een soort van buspark station gemaakt. Op zich wel vet geworden naar mijn idee. We hadden natuurlijk deze assets, deze 5x1 busparks, en die heb ik er gewoon naast gezet. Daar kunnen mensen dus op wachten. Ik heb er wel voor gezorgd dat hier zo geen auto's en deze cargo trucks kunnen komen, om ervoor te zorgen dat het hier gewoon vrij is voor de bussen. Ik heb het zo gedaan namelijk dat dit zijn allemaal one-way streets, zeg maar. En dit hier zo ook. Dus je kan alleen maar op dit stukje komen, zeg maar, per voertuig. Via dit stuk of via dit stuk. Want ja, deze gaat die kant op en deze hier zo gaat die kant op. En ja, door deze twee af te sluiten voor de normale mens, zeg maar, kunnen services en openbaar vervoer dingen, als het goed is, wel gewoon langs. Driving home. Ja, als je hier woont, dan is het wel een probleempje. maar goed, ik bedoel, over het algemeen werkt dat wel goed. Het zorgt in ieder geval voor dat er minder mensen hier komen. Dus dat is zeker een goed dingetje. Maar ik denk dat het een goed idee is als we vast een paar buslijnen gaan leggen. Dus dat gaan wij doen. We hebben alleen nog niet echt een plek gevonden voor deze busdepot. We zouden ook deze kunnen gebruiken trouwens. Eigenlijk vind ik dit wel leuker. Leuker eruit zien zo. Ah, busdepot komt nog wel een keertje. Daar vinden we vast nog wel een plekje voor. En misschien als we hier dus uiteindelijk te weinig gaan hebben. Want ik geloof dat we maar aan één kant echt iets neer kunnen zetten. Voor het moment zetten we de busdepot maar 4 neer. We kunnen maar aan één kant de busdingen neerzetten. Dus we hebben eigenlijk maar 4 lijnen. Wat op zich genoeg kan zijn. Maar goed, laten wij onze eerste... Tenminste, ik wil 2 lijnen neerleggen. Eentje gaat vanaf hier richting de universiteit. Daar wou ik een bus naartoe hebben. En dan gaat hij hier zo door de binnenstad heen. En een hele hoop geluid buiten. Oké, de herrie is weg. Dus dat is fijn. Maar goed, 1 buslijn vanaf dit hier zo naar de universiteit. En 1 buslijn vanaf hier naar ongeveer hier zo door. Uiteindelijk wil ik hier, ja, weet je, het zijn toch weer lijnen tussen stations. Ik denk dat ik deze dus uiteindelijk nog verder deze kant op ga doen. Maar we moeten eigenlijk zoveel mogelijk ervoor zorgen dat de lijnen niet stoppen bij bijvoorbeeld zo'n punt. Ik bedoel, dit is hier een echt doodpunt. Maar ik bedoel, hier zo zouden we dus de trein nog verder laten maken. We gaan de metro nog verder doen. We gaan de bussen ook dus nog verder doen. Dat is een beetje de bedoeling daarvan. Maar goed, laten we onze eerste lijn hier zo maken. Eens even kijken. Ik denk dat het een goed idee is als we dan deze kant hier zo op gaan. Want we willen natuurlijk hier zo heen. Bijvoorbeeld hier zo stoppen. En bij de metro's uiteraard. Een goed overstappunt is dat. Ik denk dat we hier doorheen kunnen. Ja, dat kunnen wij. Oké, dat is... Het is precies jammer dat dat net te lang is. Dat er niet mooi in het midden één stop kan. Maar we zullen er maar mee leven.
Eens even kijken. En dan zitten we hier vlak bij de metro's. Daar kunnen we wel even een stoppunt maken. Even kijken hoor. Waar zitten we dan? Dan zitten we daar. Als we dan hier zo een punt doen. En dan hier zo een punt. Bling bling. Even kijken. Dit is ook weer net te lang ervoor. Oké. Nou, dan gaan we die kant op. En dan gaan we weer terug. Op zich zou dat vrij aardig moeten werken. Waarom doe je dat niet? Oh, dus eenrichtingsverkeer zeker, hè? Oké, waarom is dat daar dan niet? Laten we jou even upgraden naar gewoon een... Me. Cannot upgrading existing road. Oké. Nou, dan rij je me om, hè? Even kijken naar. Ik wil dat jij daar stopt. Dan kunnen we ook wel een stopje er hier zo bij maken, denk ik. Als we daar toch langs moeten. En dan gaan we die kant op. En dan weer bij de metro's. Oh ja, je stopt hier natuurlijk ook bij de metro. Dus dat is ook handig. En dan bam. Zo, number of vehicles. Laten we daar even wat meer van maken. Wow, zoveel mensen al? Oké, absurd. Time to board, 90. Oh, nee. Even kijken. Hoeveel bussen? 6 bussen. Ja, oké, dat moet redelijk zijn. Het is wel grappig. Het spel heeft onthouden dat we hier 45 mensen van gemaakt hebben. Ik heb er een extra bus bij gemaakt. Of bij gedownload, zeg maar. Dat is deze dubbeldekker. Wat ik op zich wel een mooie bus vind. En ja, het zou wel goed moeten gaan. Dus we gaan dit even laten lopen en dan zien we wel wat het op gaat leveren. De volgende wil ik deze kant op hebben. Dus dan kunnen wij bijvoorbeeld aan deze kant hier zo beginnen. En dan gaan wij langs deze metro hier. Ik denk dat ik deze brug hier zo over wil. Ja, dat lijkt me wel een goed idee. Even kijken, zullen we dan deze kant op gaan? Ja. Hier... Eigenlijk ook nog een keertje stoppen voordat we... daar. Zo gaan wij dat doen. En dan gaan wij deze kant op. Oh, dat is niet goed. Dat is ook eenrichtingsverkeer natuurlijk. Dan stoppen we jou hier zo. Dan mag jij daar langs van mij. Oké. En als jij dus hier zo stopt... Ah, dit is ook eenrichtingsverkeer. Dat is waar. Ja, als je hier zo stopt, dan kunnen mensen dat stukje wel lopen. Dat is punt niet. Ik heb mensen vanaf de trein, zeg maar, vanaf hier helemaal naar dit soort gebouwen zien lopen. Dus op zich zou dat niet zo'n probleem moeten zijn. Oké, en dan ga jij... ik wil hem eigenlijk hier stoppen. Zodat mensen ook dit centrum in kunnen, zeg maar. En dan mag jij hier zo langs. En dan gaan wij weer terug. Zo. Dan denk ik dat wij een vrij aardige lijn hebben. Oh. Dat is ook weer eenrichtingsverkeer. Dan stoppen we weer daar. En daar. En hier zo. En hier bij de metro's. En dan mag je hier weer aansluiten. Kijk eens aan. En dan zetten we jou ook... daar neer. Ja, oké, dat is goed. Oh, dat is natuurlijk die buslijn. Dus we kijken hoor. Hoe is deze buslijn net aan het doen? 128, jemine. Dat is daar zo, oké. Nou ja. Nogmaals, moeten we het hele soortje gewoon even laten gaan. En dan zien we wel of het echt wat gaat worden. En ja, hoe of wat, zeg maar. Weet je nou echt veen aan dit alles is dat het allemaal niet zo snel gaat, weet je. Ja, we zijn echt niet veel verder gegaan dan zeg maar, waar we gebleven waren van de vorige aflevering. Maar weet je, ik heb wel gewoon een paar dingetjes gedaan die wel belangrijk zijn. Een punt is dat al deze dingetjes wel goed moeten gaan. Ik bedoel, dit is een belangrijk punt. Dit is hier een belangrijk punt. Het moet wel op de goede manier... neergelegd worden, weet je, alles moet goed gaan. Anders ga je mega problemen krijgen met verkeer, met openbaar vervoer. Dus ja, daarom lijkt het alsof we niet zoveel afgekregen hebben, wat misschien ook niet zo is. Maar ja, het zijn wel belangrijke stappen die we gezet hebben.
En dan gaan we, ja, alsnog wel werken richting dit commercial gedeelte. Maar goed, in ieder geval, de buslijnen die gaan goed. Dus dat is fijn hier, 250. En die andere, even kijken of we daar een bus van kunnen vinden. Vinden? Kijken of we daar een bus van kunnen vinden. Ja hoor. Doe het voor de vine. Hier, ook 250. Dus bij elkaar, 500. We zitten nou op 1200 mensen die we per week vervoeren met openbaar vervoer. Dat is redelijk. Het streven zou ongeveer 20% van je populatie zijn, dus dat zou 2000 zijn. Maar voor het moment is 1200 ook wel oké. Busdepot heb ik even hier neergezet, want ja, wij moeten die anders kwijt. En ja, ik heb de brug hier wat veranderd. Ik heb hier op aangesloten. Heb ik het laten zien? Ja, ik heb het laten zien toch, dat dit aangesloten was. En ik heb hier bij de buspark heb ik wat boompjes en bosjes neergezet. We paden er tussendoor en het ziet er wel wat beter uit naar mijn idee. Dus wat we dan bijvoorbeeld kunnen gaan doen verder, is om een pad te pakken. En die dus vanaf hier zo hier omheen. Kijk zo, en dan kan dat dus vanaf hier een looppad zijn naar het commercial hier zo. Ik denk dat het wel een goed idee is. Moet nog even bedenken of dat hier wel al commercial gaan doen. Of dat we het hier moeten verlagen eerst of hoe of wat. Maar ja, dat is wel prima voor nu. Ik heb hier een afslag gemaakt zodat mensen hun vrachtwagentjes weer bij de cargo terminal kunnen komen. Ik heb dit hier zo wat verlengd. En ja, ik bedoel, we zijn lekker bezig. Dus ja, in ieder geval, ik ga het hier weer houden voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zien we je de volgende keer gewoon weer terug bij City Skylines. Later!